jongens, daar ben ik weer. Het voor mij voelt het heel anders dan normaal, omdat ik weer gewoon een keertje even lekker ga praten. Niet meteen wegklikken, want het wordt wel een leuke video. Maar ik heb voor mijn gevoel heel weinig, zeg maar, echt gewoon lopen lullen op mijn eigen kanaal, laat maar zeggen. Ik ga nu een paar facts about me aan jullie vertellen. Want ik dacht, ja, ik voel me een beetje out of contact. Ik zit hier natuurlijk gewoon in mijn pyjamabroek. Wat jullie niet zien, omdat ik een smartass ben. Oh ja, ik heb hier voor de eerste heb ik gewoon iets nodig en ik weet niet of ik het heb. I'm gonna look. Ik ben zo slecht voorbereid altijd. Kom open. Ik weet nog dat dit was een van mijn eerste, tenminste echt officieel bewuste tekeningen die ik had gemaakt. En het is dus een tekening van Breaking Bad. En ik heb Breaking Bad nog nooit gekeken. Ik had dus getekend op vakantie. En ik wilde een steltje uitproberen. Dat was zeg maar voordat ik überhaupt de balpen op had gepakt. En portret ging tekenen. Dus dit was echt way, way back. Ik heb dus zeg maar één keer Breaking Bad getekend. En ik was super, super, super trots. En ik ben nog steeds trots op dit kunstwerk. Maar destijds vond ik dit echt helemaal fantastisch. Kijk, dit is dus de hoofdrolspeler van Breaking Bad. En ik had zeg maar met een kras slash dot stijl deze tekening gemaakt. En ik heb nog altijd wel het gevoel dat dit echt je pakt, zeg maar. Dat hij je echt recht aankijkt. Maar er was iemand die zeg maar fan was van Breaking Bad. En ik wilde hem eigenlijk enigszins aan hem geven, maar ook weer niet. Toen heb ik hem twee keer gemaakt. En als je zeg maar, als je deze apart ziet, dit is dus de andere, niet degene die ik net liet zien. Dan lijkt die enigszins ook. Maar als je ze zeg maar dan weer apart naast elkaar zet, dan is de eerste naar mijn mening beter. Maar ik weet niet, ik vond het altijd gewoon heel apart dat je zeg maar, ze lijken allebei, maar toch zijn ze anders. Ik heb dus nooit uiteindelijk de tweede aan die vriend van mij gegeven. Omdat het er nooit van kwam, omdat we uit contact raakten, omdat ik weet niet waarom. Ja, een ander feit is dat ik dus ooit een cover online heb gezet op een ander kanaal. En dat was echt verschrikkelijk. Mijn derde feitje is dat ik vroeger, of nee, niet echt vroeger, een paar jaar geleden was begonnen aan het schrijven van een verhaal. The Search for Tomorrow. En ik heb af en toe wel dingen erover gezegd en op social media geplaatst, et cetera. Maar dat boek is nog steeds niet af. En het is wel ongeveer, ik denk, ja, sowieso 150 bladzijden lang of zo op Word, zeg maar. Ik wil het nog steeds afmaken, maar het is heel moeilijk om, weet je wel, je op iets te storten en gewoon helemaal te gaan focussen en het gewoon af te schrijven. En ook omdat het zeg maar een beetje een verouderd verhaal is in mijn hoofd. Die 2 jaar geleden volgens mij ongeveer was ik helemaal wrapped up in het. En had ik elke keer een nieuw idee ervoor. En nu is het echt van, ik weet niet meer wat ik allemaal had gedacht. Ik ging een paar maanden geleden ging ik het zeg maar voorlezen. Of niet, nee, niet voorlezen. Ik ging het uitleggen aan Jirenzo. En ik ging het vertellen en zeg maar een minuut van het proberen te uitleggen zat ik echt van, oh my god, this sucks so bad. Dit was zo tof in mijn zeg maar paar jaar geleden gedachten. En nu is het echt zo van, ah no man, that's kinda bad. Ja, dit is niet een shocker, maar ik ben zeg maar echt 19 jaar al single en I don't mind in the end. En het ding is meer dat ik ook niet meer kan voorstellen nu met iemand anders. Dat is heel raar voor mijn idee, zeg maar. Omdat ik zo gewend ben om gewoon, weet je wel, gewoon niet van het alleen. Maar gewoon, je hebt jezelf en that's it. That's a fact. Next year I'll be saying I'm 20 years alone. Nee, you never know. Ik zou het echt niet weten wat met mijn liefdesleven ooit gaat plaatsvinden. Ik had dus epilepsie en dit is ook wel iets wat waarschijnlijk, dat ik het wel eens heb verteld. Op een latere leeftijd kreeg ik het en ik ben er ook weer uitgegroeid, dus ik heb het nu niet meer. Maar mijn moeder was altijd overtuigd dat ik door een keertje dat we naar de boerderij gingen en ik een geit ging aaien en er zo'n hek was dat zeg maar stroom bevatte, omdat ik dat hek had aangeraakt en ik had mijn moeder weer vast en die had mijn zus ook vast en wij waren die geit aan het aaien. Nou, die geit die schoot echt 10 meter van ons weg, zeg maar, door die schok. Maar mijn moeder denkt nog altijd dat dat, zeg maar, daardoor kwam, dat ik daardoor epilepsie door had. Ik heb vroeger op ballet en streetdance gezeten. Zou je niet verwachten. Zou ik zelf ook niet van mezelf verwachten als ik nu naar mezelf kijk. 1. Niet openbaarlijk gewoon echt lekker durf te dansen.
2, absoluut geen gevoel heb voor street dance of ballet of whatever voor een dans ook. 3, geen enkele enthousiasme en plezier haalde uit het performen van zo'n dans. Omdat ik zo onzeker was dat ik het fout zou doen. Dat ik daar absoluut gewoon niet iets, nee, niet leuk vond. En dat was het rijtje. Ik heb dus gedanst en ballet zoals waarschijnlijk elk ander kind. Street dance trouwens ook. Dat deed volgens mij ook elk ander kind. Maar ja, oh my god. Ik zit voor ongeveer 3 tot 4 maanden nu bij social influencers. En ik heb het nooit, zeg maar, online volgens mij echt openbaarlijk gezegd of zo. Omdat ik het gevoel had van ja, dat kan ik wel doen, maar dat heeft niet zoveel nut. Maar ik weet wel dat heel vaak mensen het idee hadden dat ik eerst bij Mediakracht zat. Of zeg maar nu online. Maar nog een feit, ik heb dus nooit bij online gezeten. Echt gewoon niet. Alleen mensen namen het soort van gewoon aan. Omdat ik natuurlijk wel met heel veel YouTubers omging die wel daarbij zaten. Dus was ook niet per se een rare aanname om te maken. Maar ik zit nu bij social. Oké, dit is vet awkward, maar ik zat vroeger op Ask.fm. Dat is een site waar je, zeg maar, anonymous en ook gewoon als je zelf vragen kan stellen aan iemand. Maar destijds was er een beetje zo'n hype going on dat je ging roleplayen. En mijn karakter was Arya Montgomery. Dus ik speelde Arya van Pretty Little Liars op Ask. En dat is vet weird. Ooit in het begin van mijn kanaal, rond de tijd dat ik zeg maar heel erg veel in contact was met Marije en Roy en zo, wilde ik een serie beginnen op mijn kanaal. Destijds was het ook heel erg een hype dat mensen mij Loes noemden, want dat was een beetje mijn bijnaam geworden. En ik wilde graag een serie genaamd Loes maken en dat zou dan zeg maar een soort van alter ego van mij zijn. En dan echt in een hoe overleef ik steltje, dus dan had ik Roy als Royke en Marije als Marijke. En zij zouden er dan ook in spelen en zo. Alleen het ging nooit zeg maar zoals ik had gehoopt en zoals ik in mijn hoofd had. Dus uiteindelijk is dat nooit zeg maar volledig gefilmd of online gekomen. Ik heb wel dingen gefilmd en het geprobeerd zeg maar te maken zoals ik wilde. Maar ik werd echt alleen maar boos van oh, dat lukt niet zoals ik wil. Dus ik vind altijd wel jammer nog dat het zeg maar dat ik niet echt door heb kunnen zetten om dat te maken, want ik denk dat het alsnog wel heel leuk was geweest. Vroeger keek ik zeg maar met mijn vader super veel films en het waren altijd van die vampierfilms. Dus Daybreaker, Priest vind ik heel gaaf, maar mijn all-time favorite trilogy is Blade, want oh my god, dat is echt de beste serie ever. En ik praat niet over dingen zoals Twilight, weet je wel, niet twinkly vampires met glitters en shit, maar echt goede vampierfilms. Dus als je een keer een goede vampierfilm wilt zien, dan moet je Blade even checken. Want het zijn 3 delen en oh mijn god, het is wel heel erg goed. Dit is de laatste, maar vroeger, zo waarschijnlijk als iedereen, had ik natuurlijk knuffels in mijn bed. En ik had best wel veel knuffels, maar elke avond, of tenminste vaak in de avond, zou ik met ze gaan praten en dan zou ik ze knuffelen. En dan zou ik, maar niet hardop zeg maar, in mijn gedachten zou ik 1000 maal sorry zeggen tegen mijn knuffels. In het geval dat ik ze per ongeluk uit mijn bed zou gooien. Ik beweeg gewoon heel veel in mijn slaap en ik merkte soms dat dan de ochtend erna een van mijn knuffels zo ver weg van mij lag uit mijn bed. En dat vond ik altijd heel erg vervelend en zielig voor ze. Dus ik zei altijd heel vaak sorry als je uit mijn bed gaat en sorry als ik je per ongeluk uit mijn bed. Maar ik hou nog steeds van je en het is niet expres. Omdat ik soort van bang was dat ze zich alleen zouden voelen of zo. Nou, lange rant is over van alles en nog wat. Maar ik vond het wel even fijn om een keer weer zeg maar op zo'n manier te praten tegen de camera. Omdat ik dat heel lang niet meer heb gedaan. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En vergeet dan niet een duimpje omhoog te doen. En natuurlijk in de comments 1 leuk feitje over jou achter te laten. Vergeet ook niet te abonneren natuurlijk. En dan zie ik jullie de volgende keer wel weer. En fijne vakantie nog. Your touch, I never wanna give it up. You can never give me way too much while I'm by your side.